bussen, auto's, treinen, vliegtuigen. Herrie en geluid is er altijd en overal. Het bedrijfje Sorama hier in het Videolab op Strijpas heeft een missie. Met hun geluidscamera willen ze de wereld een klein stukje stiller maken. Rick Scholten, 4,5 jaar geleden begon je in de kelders van de TU Eindhoven. En ja, nu ben je hier. Het gaat hard? Ja, het gaat zeker hard. We zijn inderdaad vanuit de TU 2,5 maand geleden hier naar Strijp gegaan. Een grotere locatie, meer ruimte. En het team is groeiende, dus dat is een goede zaak. Kijk, er is vraag naar jouw camera. Een geluidscamera. Ja, waarom? Wat doet het? Eigenlijk plat gezegd om producten stiller te maken. En ik kan een voorbeeldje geven, bijvoorbeeld een cv-ketel die in je huis hangt. Nou, mensen hebben daar wel de associatie mee dat als je hem aanzet, het herrie maken in je woning. Wij kunnen deze camera gebruiken om hem ervoor te houden. En dan kun je precies zien waar precies dat geluid vandaan komt. Dus of er een lekje in zit, of het een elektromotortje is, of juist een paneel dat staat te klappen. Gert-Jan, als ik aan een camera denk, dan denk ik aan zo'n lensje in je telefoon of aan zo'n camera. Een apparaat met een lens. Jullie hebben een geluidscamera, maar het is totaal iets anders. Klopt. Onze camera ziet er inderdaad anders uit. Wat je hier ziet is een heel groot vlak. Hier zitten 1024 microfoontjes in. Op de punten waar alle lijnen bij elkaar komen, daar zitten die microfoontjes. Dus heel klein zijn. Elk kruispunt, daar zit een microfoontje. Okay. En met deze camera kunnen wij onze klanten inzichten geven in hoe hun product zich dus gedraagt als het gaat om het produceren van geluid. En het mooie van onze technologie is dat wij vertraagd in de tijd, in dit geval is het ongeveer 500 keer zo traag als het in de werkelijkheid gebeurt, zien wij de plaat bewegen. We zien hier in het rood de plaat die op je afkomt en in het blauw hoe de plaat van je afgaat. En daarmee geven we dan ook de ontwerper van zo'n kast ook het inzicht wat hij hier nou aan zou kunnen doen. De geluidscamera's van Sorama veroveren de wereld, zoals hier in Venray bij Inalfa. Hier maken ze panoramadaken voor auto's. En bij het testen daarvan kunnen ze die geluidscamera's heel goed gebruiken. Dit is wat jullie maken? Dit is wat wij maken, schuifdaken in auto's. Jullie gebruiken die geluidscamera. Ja. Waarom is die voor jullie zo belangrijk? Die is voor ons belangrijk om objectief geluid in een auto te kunnen meten. Voorheen ging het altijd subjectief. Met een stethoscoop daar, zoals erachter gebeurt. Je bent afhankelijk van de persoon en het is niet echt geavanceerd. Hetzelfde als bij een dokter thuis in feite. We hebben klanten, hoogwaardige klanten als BMW, Audi, op den duur ook Porsche, noem maar op. En de auto's worden steeds stiller. Dus je hoort eigenlijk ieder geluid in de auto hoor je. En de auto fungeert ook als een klankkast. En als ons dak te veel geluid maakt, dan wordt het door de eindklant als storend ervaren. Ik ga nu een meting starten. Ik heb net de camera inderdaad op de juiste positie gezet. En dan kan ik straks de meting op de foto laten visualiseren. En we hebben hier zo een dak wat bijvoorbeeld een ratel heeft. En die ratel is ergens vandaan afkomstig. En wij moeten dan bepalen waar dat vandaan komt. Ja, voorheen ging het dus heel anders. Heeft deze camera jouw leven een stukje makkelijker gemaakt? Ja, dat kun je zeker zeggen. Specifiek voor deze problemen waarbij ik een stationair geluid heb. Dus een geluid wat constant aanwezig is. Voor andere geluiden zijn we nog op zoek naar oplossingen. En we hopen dat we met Sorama daarmee verder komen. Jullie missie is de wereld een stukje stiller maken. En, je hoort hem al aankomen. Er komt ook al een bus aan, streekbus. Dan vraag ik me wel af, maakt herrie, maar wat is daar vervelend aan? Is dat schadelijk dan? Ja, dat blijkt uit onderzoek onder andere van de Wereldgezondheidsorganisatie. Er is een heel rapport uitgekomen die aangeeft dat wegverkeers- of transportlawaai, en ze noemen dat ook wel geluidsvervuiling, een van de meest schadelijke omgevingsomstandigheden is voor de mens. Je hebt nu luchtvervuiling staat nu op nummer 1, maar geluidsvervuiling komt op nummer 2. En juist die hoge niveaus en die continue belasting zorgt ervoor dat je stresshormonen aanmaakt, dat je op de lange duur hart- en vaatziekten ontwikkelt. En dat lijkt me logisch dat vrij schadelijk is. Jullie missie is de wereld een stukje stiller maken, maar als ik het zo hoor, heb je nog een flinke weg te gaan? Ja, we hebben nog een flinke weg te gaan. En, dat neemt niet weg dat we er niet voor gaan strijden. En daar zijn we nu goed mee op weg.